Goedemorgen iedereen, welkom bij onze rubriek voor Ransomware Remediation Webinar. Zowel ik, Matthias Masseer, als Geert Verbist van Rubrik zullen nu deze presentatie brengen. Ik vroeg mij even af of dat Nederlands voor iedereen oké is. Moest dat niet zijn, dan mag je het altijd even in de chat zetten. Als ik geen reactie krijg, dan gaan we gewoon verder in het Nederlands. En dan geef ik nu het woord aan Geert Verbist. Hey, dank u, Matthias. Ja, bedankt voor de intro. Het programma voor vandaag, zoals Matthias zei, is Rubrik for Ransomware Remediation. Ik zal een korte presentatie geven over de problematiek en hoe we dit oplossen met Rubrik. En daarna zal Matthias u een live demo tonen van hoe het in real life in zijn werk gaat. Laten we even kijken naar wat vandaag de dag de problematiek eigenlijk is. En de problematiek bestaat erin dat we vandaag de dag helaas geconfronteerd worden met een hele aantal andere typen van attacks dan dat we 20 jaar geleden gezien hadden. En de meeste bedrijven hebben eigenlijk wel een heel deel measures in place die ervoor zorgen dat de omgeving beschermd is van buitenaf om te gaan met ransomware attacks en dergelijke. Dus we hebben daar een hele laag van bescherming. Nu, wat zien we jammer genoeg, is dat alle bedrijven die die bescherming volledig op orde hebben, hè, die firewalls, die intrusion detection, prevention allemaal in place hebben, daar zien we eigenlijk wel dat er toch vandaag de dag nog altijd attacks zijn die dan toch nog wel door die preventive measures doorgeraken. Ransomware attacks zijn een goed voorbeeld van, maar eventueel ook internal employees die malicious intentions hebben en die op deze manier uw data toch kunnen compromitteren. Nu, over wat gaat het? Wel, het gaat zo over, we hebben daar dus bij onze collega's een studie over gedaan en blijkt toch dat 75% van die bedrijven die alles onder controle hebben, toch eigenlijk vorig jaar een of andere ransomware in hun omgeving hebben gehad. Dus er is wel degelijk een issue. Wat natuurlijk ons bij de vraag brengt van ja, gaan we er ooit een issue mee zien in onze omgeving? Ja, dan is de volgende vraag natuurlijk, hoe snel kunnen we terugkomen van zo'n een event? En dan blijkt dat toch wel allemaal niet zo heel voor de hand liggend te zijn. Wat is het probleem eigenlijk? Het probleem is dat wij in onze backup-omgeving, in onze data management-omgeving, eigenlijk gedurende 20 jaar hebben stilgestaan. En de meeste backup-omgevingen zijn op traditionele architectuur gebouwd. Traditionele architectuur, die gaan de linkerkant van de slide zien, waarbij we eigenlijk onze backup software gaan draaien op servers. En die gaat dan eigenlijk afhankelijk van het type van backup software, gaat die data wegschrijven naar een disk-based subsysteem. In sommige gevallen naar tape en die wordt dan off-site gebracht enzovoort enzovoort. Nu, die traditionele architectuur maakt natuurlijk gebruik van traditionele infrastructuur, dus bestaande disk-systemen enzovoort enzovoort. En die worden eigenlijk door een operating system exposed en beschikbaar gesteld naar de backup servers. Wat natuurlijk ervoor zorgt op het moment dat daar op die machines een malicious event zich voordoet, dat potentieel ook uw backup data kan geïmpacteerd zijn door ransomware enzovoort enzovoort. En dat is nu juist wat we niet willen. Die backup omgeving is ons last resort, is hetgene dat ons gaat terugbrengen van zo'n malicious event. Dus dat moet 100% altijd werkend en altijd recoverable zijn. Nu, aan de rechterkant zien we hoe we dat in een Rubrik-omgeving gaan doen. En de key daar in een Rubrik-omgeving is dat Rubrik by default een immutable file system heeft gebouwd. En dat immutable file system gaat ervoor zorgen dat data die wordt weggeschreven op die Rubrik software, of appliance, hoe dat je dat ook wilt noemen, onaangeraakt is door een of andere ransomware attack. Dus met andere woorden, de data die we backuppen, komt op dat immutable file system terecht en kan niet gecompromitteerd worden door andere malicious software die in de omgeving beschikbaar is. En dat is dan ook uiteindelijk stap 1 om naar een betrouwbare recovery oplossing te gaan. Een file system dat volledig immuun is voor die cryptolockers. Hoe ziet zo'n recovery na een cryptolocker er dan uit? Wel, er zijn eigenlijk drie grote stappen, zullen we die even heel snel doorlopen om aan te geven
ja, wat is er nodig om daarvan terug te komen? Wel, stap 1 is eigenlijk in de meeste gevallen wel voorhand liggend. En dat is eigenlijk het detecteren van de anomalie, zoals we die hier noemen. Dus effectief gaan detecteren van we hebben een ransomware issue. Of we hebben malicious attempts van interne gebruikers. En we gaan detecteren van hebben we effectief een issue daar. Dan komen we in stap 2. En stap 2 wordt iets moeilijker. In stap 2 moeten we gaan uitmaken van oké, we weten nu dat we een issue hebben, maar waar en welke files zijn allemaal geïmpacteerd door die potentiële attack. En dan komen we een beetje in een heel gevarieerd scenario waarbij veel bedrijven tot zelfs toe scripts gaan bouwen om searches te gaan doen op file extensions enzovoort enzovoort. Nu afhankelijk van de CryptoLocker moet ik u niet vertellen waarschijnlijk dat verschillende extensions enzovoort enzovoort van toepassing zijn, waardoor het zoeken naar die files wel eens heel moeilijk en heel tijdsintensief kunnen zijn. En dan komen we bij de laatste stap, de derde stap, en dat is de stap waar we eigenlijk de recovery gaan starten. Nu, in een traditionele omgeving, waar we tapes gaan gebruiken, verschillende disk subsystemen, ja, dan weten we niet altijd 100% zeker welke de juiste backup set is, de welke moeten we moeten restoren. Dus het kan best zijn dat we eigenlijk een restore gaan starten van een backup set die eigenlijk al geïmpacteerd is door die CryptoLocker. Dus daar is het een beetje dan trial and error. Als we dan nog eens tapes moeten gaan terughalen vanuit een vault of zo, dan kan er wel heel veel tijd over gaan. Na enkele bedrijven te hebben interviewen, dan zien we eigenlijk wel dat daar soms wel dagen, in slechtste gevallen zelfs weken overgaat, voordat die bedrijven gerecoverd zijn van zulke incidenten. Nu, hoe doen we dit bij Rubrik? Bij Rubrik gaan we eigenlijk gebruik maken van onze AI-engine en machine learning die eigenlijk in ons Polaris-platform zit. En we gaan aan profiling gaan doen. We gaan profiling gaan doen op de data die gebackupt wordt vanuit de appliances. En we gaan eerst en vooral detecteren of er afwijkingen zijn in het dagdagelijkse backup schema, dat er bepaalde grote groepen van files bijkomen, verwijderd zijn enzovoort, enzovoort, die afwijken van de normale gang van zaken. Nu, uiteraard is het iets complexer dan dat. We gaan uiteindelijk machine learning gaan gebruiken om te gaan identificeren van is dit nu een file copy, is het een file server migration, of is er effectief een incident aan de gang, waardoor dat we eigenlijk op bit level gaan detecteren of daar randomness of encryption aan de gang is. Nu, alles zit in een metadataverhaal bij Rubrik. Dat betekent dat we perfect weten welke files aangepast zijn of verwijderd zijn of gelokt zijn. Die metadata gaat ons bij gevolg dan ook eigenlijk in stap 2 vertellen, ja, waar zit die CryptoLocker dan? Welke files zijn geïmpacteerd, welke servers zijn geïmpacteerd? Dat kunnen we op een heel makkelijke manier doen dan aan de hand van de AI in Polaris, die ons gaat vertellen, kijk, die bestanden zien we gewijzigd of zien we geëncrypteerd. En die zitten op die verschillende servers. Dus op een heel snelle manier, zonder dat we manuele acties moeten ondernemen, gaat Polaris Radar ons vertellen, die files zijn geïmpacteerd. Dan komen we heel snel bij de laatste stap, stap 3. En stap 3 is heel simpel. We gaan ons immutable file system gaan leveragen, om ervoor te zorgen, 1, dat we effectief data kunnen recoveren. En 2, door middel weer van die metadata en het Polaris platform, gaan we heel snel kunnen zeggen van kijk, de laatste 50 backups zien we het issue verschijnen. En we kunnen heel selectief gaan zeggen van deze backup set is de juiste backup set die we nodig hebben om te recoveren van dit event. En dat bespaart ons natuurlijk een heel pak tijd, want we moeten niet langer die trial and error recoveries gaan doen om dan uiteindelijk bij een correcte versie te komen. In een Rubrik verhaal gaat de Polaris Radar laag onmiddellijk zeggen dat dit is de backup set die eigenlijk correct is om terug te komen van dit malicious event. En dat is eigenlijk in heel korte stappen. De vorige slide zou dan bij wijze van spreken days en weeks duren. Zoals Matthias u zal laten zien in de demo, is dit vrij straightforward. En in enkele muisklikken kunnen we terugkomen naar een situatie waar we eigenlijk op recover kunnen drukken met data die de juiste dataset bevat. Dus ik stel voor, Matthias, dat je dit even laat zien. Oké. Main screen. Dus normaal gezien zouden jullie nu mijn scherm moeten kunnen zien. Ja, dat is perfect. Oké, super. Zoals Geert al aanhaalde, is eigenlijk heel de detectie van
suspicious activity volledig automatisch in het Polaris gebeuren. Wanneer dat er bepaalde changes gedetecteerd worden en ja, de frequentie waarin gedetecteerd kan worden hangt natuurlijk af van de frequentie van backup. Als we nu kijken, als we uurlijkse backups gaan doen, wil dat ook zeggen dat we per uur eigenlijk die feedback gaan kunnen krijgen. Gaan we naar een dag, dan gaan we natuurlijk daar ook pas na een dag zien. Want wij kunnen pas de veranderingen in Rubrik zien wanneer dat we die data opnieuw gaan backuppen om dan eigenlijk een vergelijking te gaan doen. Als we dan effectief zo'n situatie meemaken, dat er bijvoorbeeld files veel veranderd worden, dan krijgen we daar ook mails van. Dus bijvoorbeeld hier hebben we de eerste mail van, kijk, we hebben raar gedrag gevonden op het filesysteem. En we zeggen van, kijk, we hebben er een hoog vertrouwen in dat er iets raars is, want we hebben 2500 files die al aangepast zijn. Er zijn er 2615 geremoved en een deel die dat veranderd zijn. We krijgen ook ineens informatie over in welke snapshot dat die veranderingen die zich voordoen. Maar we kunnen ook verder gaan kijken van, kijk, wat is het objecttype of de objectnaam. In dit geval zijn het file shares. We kunnen van hieruit ook rechtstreeks naar Polaris gaan doorklikken. Maar ik zal nu even die andere mails laten zien. Dus hier hebben we puur al van, kijk, we denken dat er iets gebeurd is. Wel, in principe krijgen we deze mail van, kijk, we hebben een zeer hoge indicatie dat het over encrypted files gaat. Dus dat is al een indicatie van, kijk, het is niet zozeer files dat erop gedropt werden of veel files dat er veranderd werden, maar we zien effectief aan de metadata ook dat de files geëncrypteerd werden. En als laatste krijgen we natuurlijk dan een critical van, kijk, we hebben heel veel wijzigingen gezien, en we zien hoge levels van encryption. Dus dat wil zeggen van, kijk, ja, we zijn er vrij zeker van dat er effectief iets mis is. Als we dan gaan kijken naar de Polaris dashboard, dan we ook hier direct zien, hier rechtsboven, van, kijk, we hebben één anomaly event detected. Dus als we daarop doorklikken, zien we van, kijk, we hebben voor die Windows host met die file shares, dus dat object, hebben we eigenlijk van alles bekeken. Dus als we hier gaan kijken, zien we ook de mails die ik gekregen heb, die komen overeen met de event timeline. Dus we hebben veel veranderingen, we hebben een indicatie van encrypted files, dus we gaan naar een critical state. Ook hier kunnen we dat zien, in de laatste tijden, nu, dat is een demo-omgeving, dus zijn er niet veel files gewijzigd. In een normale omgeving ga je zien dat er files bijkomen, veranderd worden, gedelete worden. Neem bijvoorbeeld dat je C-drive zou meepakken en je doet Windows updates, dan ga je heel veel wijzigingen zien, maar dan ga Rubrik zelf zien van, oké, dat zijn veel wijzigingen, maar niets wijst eigenlijk op het feit dat er een cryptolocker bijvoorbeeld zou zijn. Wanneer dat we hier kijken naar de laatste snapshot, zien we dat we 2,6k aan gedelete files hebben, bijna evenveel nieuwe files, dus dat is al een iets grotere indicatie dat er bepaalde zaken gebeuren. Nu, normaal gezien, in deze fase, zoals Geert ook aanhaalde, gaat er normaal een analyse van die bepaalde fileshare beginnen. En dat heeft al te maken met het feit van welke extensie wordt er gebruikt, welke files, in welke folders, enzovoort, moeten we eigenlijk allemaal weten voor die restore te kunnen gaan doen. Wat we hier eigenlijk simpel kunnen doen, is op Investigate Snapshot klikken. Dan zien we van, kijk, voor dit object hebben een bepaalde fileset en hier zien we eigenlijk de changes. En hier kunnen we dan ofwel zeggen van, kijk, we gaan gewoon alles doorzetten, maar we kunnen ook een drill down gaan doen en zeggen van, kijk, oké, dat was op de A-drive, dat was in de file shares. En dan kunnen we eigenlijk zien per folder eigenlijk welke files dat aangepast zijn. En dan zien we het hier ook, deze file is deleted. En de file met exact dezelfde file name, maar de extension .encrypted is toegevoegd. Dus die wordt door ons als suspicious gemarkeerd. Wat we dan kunnen doen is zeggen van, kijk, we willen die terugzetten. Dus we selecteren heel die drive of bijvoorbeeld gaan we een niveau lager en zeggen we file shares. We klikken op next. En hier hebben we dan eigenlijk de verschillende manieren over hoe dat we die files kunnen recoveren. Dat kan gaan van downloaden, exporteren naar een verschillende host,
afhankelijk van hoe je dat het wilt oplossen. Override original, dus dan gaan we eigenlijk gewoon alle files gaan terugzetten. Of een aparte folder gaan selecteren waar we die files gaan terugzetten als je toch een bepaalde manuele controle wilt over die zaken. Wanneer dat we dan op recover klikken, gaat in de achtergrond eigenlijk al die files teruggezet worden naar de vorige goede snapshot. Dus in het geval van een uurlijkse backup heb je eigenlijk de changes dat tussen de vorige snapshot en de laatste snapshot gebeuren, zijn potentiële data loss, maar je kan wel heel makkelijk gaan teruggaan. Als we dat dan bekijken op gebied van hoe dat het eruit ziet op de fileshare zelf, op die server. We hebben hier die server waar dat de wijzigingen op gebeurd zijn. Als we dan kijken naar de fileshares, zien we ook hier effectief, dat is die file dat we daar net gezien hebben, die is ook encrypted. Dus nu kunnen we eigenlijk die files op een makkelijke manier gaan terugzetten. Wat dat ook natuurlijk heel belangrijk is om mee te nemen, is hetgeen wat dat Geert ook aanhaalde in verband met immutable file system, is dat de files dat op rubriek staan, die kunnen niet gewijzigd worden. Als we gaan kijken naar andere backup vendoren, heel vaak gebruiken zij nog altijd ofwel lokale disken, ofwel bijvoorbeeld SIF shares, gewone standaard Windows shares. En heel vaak draaien die systemen niet op hun eigen OS dat dichtgetimmerd is, maar vaak draaien die gewoon op Windows machines. En heel vaak zelfs zijn die Windows machines gejoined in het domein. Wat natuurlijk de kans vergroot dat de CryptoLocker ook tot op je backup omgeving komt. En eigenlijk ook je backup shares kan gaan encrypten. Hier hebben we een voorbeeld, een fictief voorbeeld. We hebben hier zogezegd een share map waar dat de backups van product X op komen. Als we daar nu gaan doorklikken, hebben we bijvoorbeeld Important SQL backups. En ook hier hebben we files die dat geëncrypteerd zijn. En dat is een groot verschil, want één keer dat je backup geëncrypteerd is, heb je ook dat niet meer om eigenlijk terug te gaan naar de vorige situatie. En dat is een heel belangrijk gegeven, is dat we eigenlijk ook moeten zorgen dat de backup immutable is, zodanig dat we wel een backup hebben om naar terug te gaan. Want als de kans bestaat dat je backup files ook geëncrypteerd worden, dan heb je eigenlijk een verzekering dat niet echt een verzekering is. Dus, en dat is iets wat daar ook heel belangrijk is en wat daar heel simpel is eigenlijk in heel het rubriek verhaal. Ik denk tot zover de demo. Ik weet niet of dat daar direct nog vragen over zijn. Ik weet niet of dat jij, Geert, of dat je nog iets hebt toe te voegen aan die demo. Nee, ik denk dat het heel duidelijk is. Hè. Het is heel duidelijk dat de effort die nodig is om uit een traditionele omgeving te kunnen restoren, dat het toch wel doorlooptijd heeft. Hier bij wijze van spreken zou je eigenlijk in enkele viertal muiskliks kunnen teruggaan naar een originele situatie. Ja, ik spreek zelf ook uit ervaring. Bij mijn vorige werkgever hebben we het een paar keer voor gehad dat we CryptoLocker zaten op de omgeving. En dat was toch altijd wel een heel karwei om alles correct terug te restoren. Oké, ik zie geen vragen niet meer binnenkomen, dus dat wil zeggen dat het een vrij duidelijke webinar was. Dan wil ik jullie alvast bedanken voor de tijd dat jullie hebben vrijgemaakt om naar ons verhaal te luisteren. Moesten er nog verdere vragen zijn, dan kan je altijd zowel ons Exclusive Networks als Rubrik contacteren. Sowieso denk ik dat er nog een mail uitgaat met de recording, voor als je die achteraf nog eens opnieuw wilt bekijken. Ik weet niet of jij, Geert, nog iets wilt toevoegen? Nee, perfecte demo. Dankjewel iedereen. Oké, super. Bedankt. Dag.